Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Ah, groene luisteraar, wat fijn om je te mogen begroeten in deze 75ste aflevering van Discutafel, de groene audio bij uitstek. Ik ben Yvonne Smit en ik maak deze podcast. En ik sta nu in mijn tuin, vlak bij mijn kippen. Misschien hoor je dat wel. Ons publicatieschema hebben we deze keer net niet gehaald, want we zijn een weekje later dan gepland online met deze aflevering. Het is nu 16 april 2020. Er is gelukkig niks ergs aan de hand, alleen even een wat te dynamische agenda, zal ik maar zeggen. Ik hoop dat ook jij het goed maakt. Misschien beluister je deze podcast in de winter of in 2021 of wie weet wel later. Dat kan natuurlijk allemaal. Nou, wij zitten nu in een wereldwijde gezondheidscrisis. En daar ga ik het verder niet zo over hebben. Het enige dat ik erover kwijt wil is dat ik hoop dat we er met elkaar allemaal iets van leren. Als het gaat om een duurzame stijl van werken, van recreëren, van handel drijven, van voedsel produceren en zo meer. Nee, we gaan gewoon terug naar de mooie groene wereld. Dus laten we samen nog één keer luisteren naar Therese van Groeningen, de bezielde Haarlemse met wie ik in de vorige aflevering al op stap was. Dat was podcast aflevering 74. En als je die nou hebt gemist, zeker even terugluisteren dan. Ik heb er diverse leuke reacties op mogen ontvangen. Het is een feestje om haar te horen praten. Deze keer fiets ik met Therese langs oude landgoederen bij Haarlem. En bij de natuurtuin doet ze uit de doeken hoe zij de stadswijk Schalkwijk wil vergroenen. Met daslook, maar ook met meer groene plantjes. We beginnen echter met de duurzame tip van de maand. En die gaat over oude t-shirts en zakdoeken. Discutips. In 2020 geef ik mezelf en jou bijna iedere maand een tip rond natuur en duurzaamheid. Iets wat ik zelf kan doen, waar ik goede ervaring mee heb. En iets wat jij misschien ook kan doen, waar je ook ervaring mee wil opdoen. De discutip van deze maand gaat over het hergebruik van versleten kleding en dergelijke stoffen, zeg maar, stoffenartikelen. En dan denk ik aan oude t-shirts, aan kussenslopen, aan stoffen zakdoeken en dergelijke. Het voorjaar is voor velen een periode waarin ze lekker de kiet opruimen, zoals ze dat hier zeggen. En wanneer je kleding wil opruimen en die is nog enigszins bruikbaar, dan ben je waarschijnlijk wel gewend om die weg te geven aan goede doelen of in de kledingcontainer te stoppen bij het plaatselijke winkelcentrum. Maar die voorraden die zitten in deze crisisperiode behoorlijk vol. En soms is het kledingstuk gewoonweg niet meer bruikbaar, ook niet voor die goede doelen. Dus wat dan te doen? Nou, wat ik dan doe is het volgende. Ik sta nu in mijn bijkeuken. En dat is een plek wat voor veel mensen de rommelzolder is of de schuur. En ik doe nu de deur open van een kast in die bijkeuken. Een dubbele deur, als dat lukt. Even met de andere hand. Ja, daar is die. En wat zie ik dan voor mij? Daar zie ik al iets van hergebruik wat niet zozeer van stof is. Het zijn namelijk, ik was ooit in de periode dat ik nog alles een keer een flesje wijn cadeau kreeg. En ik heb die wijnkistjes allemaal bewaard. En dat zijn fantastische opbergplekken voor allerlei kleine spulletjes. Nou, en een paar van die wijnkistjes die heb ik gevuld met stukken stof. Ik pak hier nu eentje uit. Want wat is het geval? Ik heb hier van die stof heb ik reepjes geknipt. Ik pak er hier eentje en dat is een oude zakdoek geweest, ooit, van mijn echtgenoot. En ik pak er hier eentje en dat is een sjaaltje van mij geweest, ooit, maar in een kleur die ik nu nooit meer zou dragen.
En hier heb ik een stukje stof afkomstig van een pantalon die ik ooit kocht. En die voor mij toen is vermaakt. Is wat korter gemaakt. Dus dan krijg je netjes van de kledingmaker die reepjes stof mee. Nou, die gaan bij mij dus niet weg. Die gaan bij mij in het wijnkistje. En de toepassing van deze stoffen is dan velerlei. Maar vaak is het dat ik ze gebruik om in de tuin planten vast te binden aan een steunstok. Of ik gebruik ze om bonenstokken aan elkaar te binden wanneer ik een rek maak voor de bonen waar ze tegenop kunnen klimmen. Dus op die manier kan je een stuk versleten stof op een hele leuke manier alsnog hergebruiken. En ik bespaar hierdoor ook op touw en op binddraad en trouwens ook op vlies of bubbeltjes plastic. Want de hele lappenstof die bewaar ik nog wel eens om te gebruiken om de planten af te dekken tegen extreme koude of tegen felle zonneschijn. Dat is ook een mooie toepassing daarvan. Nou, dat is een geringe besparing, maar het geeft me toch een lekker gevoel. Ik weet wel, ik red dat de wereld niet mee. Maar het is toch mijn eigen kleine bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg. En ik moet zeggen, ik heb er ook wel lol van. Want soms dan kijk ik in de zomer naar mijn tuin en dan zie ik daar een klimplant die gesteund wordt door een stok. En ik zie daar het lintje hangen en dan denk ik, oh ja, dat was ooit het riempje van een favoriet jurkje van mij. Dus dan heb ik er toch nog weer extra plezier van. Ik vind het een geweldige sport om dit soort producten, om daar toch weer ook weer nieuwe functies voor te vinden en her te gebruiken op je eigen erf. Discureportage. En dan komen we hier zo op Duinvliet. En daar zo heb je dan dat het Daslook weg is. Want hier heb je dus dat er dus zo'n mooie rij met bomen is, waarbij je in een bos rijdt, maar eigenlijk ook een soort oprijlaan is die zo kronkelt richting de Elswoudlaan naar Elswoud toe, naar het mooie grote landgoed. Als je nou de vorige Discutafel podcast hebt beluisterd, dan herken je de stem van Therese van Groeningen. Na een bezoek aan Thijssen's Hof met velden vol daslook en herinneringen aan Jacques P. Thijssen zijn we intussen op de fiets gestapt op diezelfde koude dag in begin maart 2020. En ik maak kennis met de gordel van landgoederen bij Haarlem. Ik ben er eigenlijk nooit eerder geweest, realiseer ik mij. Dit is deel 2 van de Discureportage met Therese over paradijselijk wit en blauw, over een plastic eendje en de wijk Schalkwijk, waarmee ze samen met andere vrijwilligers van het Natuurinformatiecentrum grootse groene plannen heeft. Ga naar de shownote op discutafel.nl voor links naar de genoemde adressen en organisaties. Maar nu terug naar de kronkelige Landgoedlaan. En ja, hier is het altijd een feest om te fietsen en te wandelen. Want het is hier zo mooi als het daslook hier dan heel groot staat te bloeien. En je ruikt het dan ook. En in die tijd dat het daslook hier zo is, hebben we dan iets verderop ook nog een hele mooie, prachtige bloemenzee van de narcis, een wilde narcis die hier zo staat. En dat is ook echt fantastisch om te zien. Dan is het zo dat je dat wit met blauw, het is net of dat je door een soort van paradijselijk gebeuren fietst. En juist als je fietst, dan is het zo dat je dus er zo plotseling bent. En dat je dan echt even moet afstappen om ervan te gaan genieten. Het is overweldigend dan, denk ik. Ja, ja. Het is dan heel erg mooi. En ja, kijk, ik zie hier natuurlijk nog helemaal geen witte bloempjes bij het daslook of blauwe bloempjes daar iets verderop bij het groene blad van de wilde hyacint ook heel goed zichtbaar is. Maar in mijn gedachten
zie ik ze eigenlijk wel. Ja, het is nu één groene zee, hè? Eén groene zee is het nu. Het is nu allemaal groen. Een paar weken geleden was het allemaal gewoon bladeren. En dan is het zo dat ondanks dat ze er dus niet zijn, dat je hier midden in de winter, weet je gewoon van, als ik hier straks in het voorjaar kom, dan is het hier prachtig. En ja, in de zomer dan zijn ze er niet. Maar dan heb je hier dat het gewoon een mooi bos is waar je doorheen fietst. En dat is ook heerlijk om dan de koelte te ervaren. En dan naar Elswoud te gaan om daar dan eventjes tot rust te komen. Dat is zo'n gebied van Staatsbosbeheer. Ja, wat ja, ook heel erg mooi in ontwikkeling is. Want heel erg goed gebruikt wordt door de stedeling. Nu zijn de bladeren nog niet aan de bomen en struiken. Dus je kunt tussen de bomen door om je heen kijken. En dan zie je op 400-500 meter afstand zie je een autoweg. Je ziet huizen, je ziet moestuincomplex. Aan de andere kant ook weer een weg. Maar als het straks in mei, juni is, dan is dit een prachtig besloten groen gebied in een ja, toch wel heel druk bewoond en geleefd gebied, hè? Ja, dat klopt. Heel kostbaar hier. Dat klopt. Maar het is zo dat als je dan vanuit Schalkwijk komt, hè, dan is het zo dat er natuurlijk wel het pontje is bij de Belgiëlaan die je dan overgaat. En daarna ga je dan door de Hout. En dan is het zo dat je dus via de Haarlemmerhout is er dus wel een weggetje te vinden om dan hier naartoe te komen. Dus dan is het zo dat eigenlijk is het dan heel dichtbij. Want daar bij het nemen van het pontje, hè, en het inrijden van de Haarlemmerhout, ben je al in het bos. En dan ben je al buiten. Dus het is fantastisch om dat zo te ervaren. Ik vind het altijd genieten. Eventjes de stad ontvluchten. Therese, we zijn hier nu aangekomen op de volkstuincomplex. Wat is de naam van het volkstuincomplex en waar is het gevestigd? Het is Ons Buiten aan de Boer Havelaan 43 in Schalkwijk, Haarlem. En het is een gebied wat ja, hier al heel lang is, deze volkstuin er. Het is zo'n 90 jaar bestaat de volkstuin. En ja, we krijgen steeds meer buren. Allemaal mooie nieuwe huizen voor mensen uit Amsterdam. Die ja, we zijn net het toegangshek doorgekomen en we draaien ons nu even om. En we kijken naar dat toegangshek. Daarboven staat een vrolijk bordje, tot ziens. En wanneer je door dat hek heen kijkt, dan zie je dat de nieuwbouw zo ongeveer op de drempel van Ons Buiten is. Ja, dat klopt. Maar ondanks alles zijn we hier nog de komende 5 jaar. Dus we gaan hier zo nog heerlijk genieten van de mooie paradijsjes. Want iedereen heeft hier een paradijsje ervan gemaakt. En dit is de natuurtuin met een blokhut erbij. Met een informatiecentrumpje. Zullen we de tuin in? Ja, laten we dat doen. Ja, want die speelt een belangrijke rol in jouw activiteiten hier op de Volkstuinvereniging. Ja. Gaan we door het hekje. Zo. Nou, we zijn hier in de natuurtuin. En hoeveel vierkante meter zal dit wezen? Nou, het is als een gewone volkstuin. Kijk, in de tijd dat het plan werd geopperd door Elan Wonen van wat kunnen we doen voor Schalkwijk, was het zo dat ze heel Schalkwijk af zijn gegaan. En toen was het zo dat Rook Bouwman zei van, oh jongens, hartstikke leuk, kom maar hier bij ons buiten, want wij hebben wel een plekje en wij hebben mensen die je heel goed kunnen helpen om hier zo'n goed natuurcentrum op te zetten. Dus de een die kon dan het vlechtwerk doen voor de onderkant van het huisje. En de ander die wist weer waar of je de plantjes vandaan kon halen. En op zo'n manier is hier dus een bos eigenlijk ontstaan. Tegenwoordig zou je zeggen, het is een tiny forest. Maar met een mooie onder,
begroeiing. Moet ik het zien als iets van 10 bij 20 meter of zo? Of 10 bij 25, zoiets is het, hè? Ja, een volkstuintje. Ja. De grootte van een volkstuintje. En wat ik zie, dat zijn hazelaars en andere struiken die meermalen zijn teruggesneden. Dus die zijn meerstammig. Er staat een bankje. Ik zie een kunstmatig eendje in een kunstmatig vijvertje. Ja, dat is ook een geschenk van iemand die wilde dat niet meer in haar volkstuin hebben. En toen zei ik, nou graag. En toen heeft Jan, die hier schuin tegenover zijn huisje heeft, zijn tuintje, die heeft het dus voor ons ingegraven. En die vindt het zo fijn om dat dan voor ons te doen. Want ja, hij is echt iemand van het grondwerk. Hij is iemand die een goede spade heeft en die nog weet aan te slijpen en dan voor iedereen het spitwerk wil doen. Nou ligt het volkstuincomplex, ligt, dat horen jullie allemaal wel, die ligt naast een drukke doorgaande route. Daar kwam net een ambulance voorbij. Naast een vaart ook. En het ligt laag, hè? Ik heb het gevoel dat het hier behoorlijk nat kan zijn. Ja, kijk, heel Schalkwijk is natuurlijk opgehoogd, hè? Al die huizen, daarvoor hebben ze het opgehoogd. Maar dit is de oorspronkelijke hoogte van hoe of deze polder was. Dit is hoe of Schalkwijk eigenlijk Schalkwijk is. Een weiland wat dan omgezet is naar volkstuin. Nou, het initiatief dat dus vanuit dat natuurinformatiecentrum nu aan het ontstaan is, en waar jij ook een beetje de vertegenwoordiger van bent vandaag, hè, dat is het initiatief om planten die hier in de tuin zijn geboren en groot zijn geworden, om daar spannende dingen mee te gaan doen. Ja, wij hebben zoiets van, nou, deze planten die zitten nu zo dicht op elkaar, die hebben ruimte nodig. En we hebben verderop, daar zijn we net ook even langs geweest, een plantsoen wat dan helemaal nog mooi zwarte aarde heeft. En het zou zo schattig zijn als daar zo dan ook wat van die mooie daslookjes dan in bloei gaan komen. En dat de mensen die daar zo wonen of die daar zo dan komen naar de speeltuin toe of naar school toe komen of naar de dagopvang, dat die daar zo dan even kunnen genieten van een plantje in het plantsoenetje. Want dat is toch waar de natuur voor is. Natuur terug de wijk in. Vanuit deze kraamkamer. Vanuit deze kraamkamer op bij het natuurinformatiecentrum. Ja, de Boerhaverwijk, die wil dat heel graag. En heel Schalkwijk, hè, want je hebt natuurlijk zo'n nieuwbouwwijk, bestaat dan uit allemaal wijkjes. Maar overal willen ze wel wat extra groen in een plekje dicht bij huis. Want daar kunnen mensen dan het kleine ommetje maken en nog even genieten. Wat zijn de voornaamste planten die jij graag de wijk in zou willen hebben? We hebben het gehad over de daslook. Die zien we hier ook veelvuldig aanwezig. Volwassen planten en kleintjes. Nou, dat klopt. Het daslook is er natuurlijk. Maar het is zo dat daar waar wij nu staan, ja, kijk, eigenlijk moet je een stapje naar voren. Want jij staat eigenlijk op de, hoe heet die nou? De gevlekte Aronskelk. En kijk, die zou natuurlijk ook heel erg mooi onder een paar struikjes kunnen staan. En hier achter ons, als we ons dan net omkeren, want staan we dan zo op een veldje met hartblad zonnebloem. Want dat hartblad zonnebloem, dat komt dus ook van Elswoud. En dat is de streek hier in de buurt, hè? Het is een soort bosgebied hier in de buurt, dacht ik, hè, Elswoud. Elswoud, dat is een landgoed wat je dus heel mooi kan bereiken door de Belgielaan te nemen. Eventjes met het pontje over, de hout door. En dan is het zo dat je zo via de Daslooklaan over Duinvliet op Elswoud bent. Maar ja, stel nou dat je niet meer zo ver kan komen met je rollator. Dan is het toch ook leuk dat je dan hier in Schalkwijk hetzelfde hartblad zonnebloem tegenkomt. En dat je dan even kan genieten van het feit dat je denkt,
Ik ken dat ergens van. Ik ken dat van vroeger, dat we ooit nog eens een keertje zijn wezen wandelen op Elswoud. En dan hoef je niet helemaal naar Elswoud toe, maar dan kan je gewoon hier in Schalkwijk ervan genieten dat die planten hier ook zijn. Spelen de vrijwilligers van dat natuurinformatiecentrum hier, hè? Waar ook het IVN volgens mij een honk heeft, of niet? Ja, hier is het zo dat we dan activiteiten echt voor de wijk... Ja, en ik wou net vragen, van spelen die vrijwilligers ook nog een rol in het vertellen tegen die kinderen op die school daar waar je net over sprak, waar dan die kale aarde nog is en waar je die planten zou willen terugzien? Hebben jullie dan ook nog natuurlessen of iets dergelijks in voorbereiding? Hoe ziet het er verder uit? Momenteel is het zo dat die kinderen dan helemaal naar Thijsenhof gaan in Bloemendaal, om daar dan de lessen te nemen. Maar het is natuurlijk ook wel fijn als ze dan niet gewoon hun school elke dag verlaten en dat ze dan daar al die plantjes zien, dat ze niet eerst een hele reis moeten maken en dan 4 keer per jaar een uurtje in Thijsenhof het kunnen zien, maar dat ze het elke dag kunnen zien. Andere plant nog, behalve het daslook en het, wat zei jij, hartbladig zonnebloem, geloof ik, hè? Hartblad zonnebloem. Hartblad zonnebloem, ja. We lopen even verder door de tuin. Lieve vrouwen bedstro, dat staat daar verderop. Dan moeten we hier even met hele grote stappen over de daslook liggen. Ja, want we lopen nu door een kraamkamer van daslook. Hele kleine daslookplantjes. En dan over het takken- en bladerenpad naar... Ja, ik zie het. Kijk, dat ruikt lieve zo lekker. Lieve vrouw bedstro, het ruikt heerlijk. Maar de plantjes die jullie ook allemaal kiezen, dat zijn ook planten die behoorlijke bodembedekkers zijn, hè? Ja, klopt. Dit is natuurlijk heel erg leuk dat het ook heel erg mooi een bodem geeft. En dat het ook dan die bodem eigenlijk, doordat het blad kan blijven liggen, dat die bodem daardoor een verrijking geeft. En dat de struiken, de bomen die er staan, er ook profijt van hebben. Ze horen ook bij elkaar, hè? Het zijn plantengemeenschappen. Ja, het zijn plantengemeenschappen. Ja. Nee, dat zeg je goed. En dan hebben we natuurlijk nog hier wat van dat hele mooie maagdenpalm. Wat natuurlijk ook een heel mooi blauw bloempje geeft. En ook natuurlijk een hele mooie kruiper is. En zo willen we dan... kijken wat we daar zo allemaal mee kunnen gaan doen. Wanneer denk je dat het project van start kan gaan? Want ik begrijp dat je nu in een soort van voorbereidende fase zit. Ja, wat is je bedoeling? Eigenlijk, stiekem, ben ik al een beetje aan het voorbereiden. Kijk. Lopen we weer even terug. Het ruikt hier helemaal naar loken, hè, als je zo over deze paadjes loopt. Ja, het ruikt echt op dat je door een knoploopje loopt. Oké, hier gaan wij naar de werkhoek. Het is een beetje een afdakje hier waar we onder staan met een picknickbank. En daar komt een tray met plantjes. Dat is die hartblad zonnebloem waar je over sprak. Ja. Die heb je allemaal al opgepot. Ja, die stonden op het pad. Dus ja, daar waar het pad is, ja, daar kunnen geen plantjes groeien. Maar dit kan dus wel... In feite is dit... nu al aan het klaarmaken om straks verhuisd te gaan worden. Ja, het staat klaar om verhuisd te worden. Dus dat betekent dat je nog in 2020 dit project wil doen? Ja, dit wil ik dit jaar wil ik dat gewoon in het voorjaar er neerzetten. En dan is het zo dat het eigenlijk heel snel gaat gebeuren. Het staat gewoon, ja, zoals dat de daslook ook is, die staat gewoon op springen van... We willen gaan bloeien en deze mooie hartblad zonnebloem, die bloeit natuurlijk wat later in het jaar, waardoor je daarna nog een mooie gele onderlaag gaat krijgen. En op die manier is het zo dat het allemaal een andere plek kan krijgen. Als er nou vrijwilligersgroepen in Nederland of België zijn die helemaal geïnspireerd worden door dit idee,
Waar kunnen ze dan meer informatie vinden en contact krijgen met jou of een van de andere initiatiefnemers? Wat kunnen ze dan? Kunnen ze dan naar een website gaan of zo? Ja, kijk, wij hebben natuurlijk van het IVN Zuid-Kennemerland een website. En daarop is het zo dat je dan het Natuurinformatiecentrum kan vinden. En daar kan je ook meer lezen over dit project. Fantastisch. Ik zorg dat in de show note die bij deze aflevering verschijnt even de website komt te staan. Zodat de luisteraars direct door kunnen klikken naar meer informatie. Geweldig. Ik wens je heel veel succes, Therese. Ja. En ik hoor graag hoe het verder verloopt met het project. Ja, en, die gaat van me horen. Oké, dankjewel. Nou, tot ziens. Discuslot. Ja, en zo beland ik dan vanuit Schalkwijk bij Haarlem in mijn eigen stadstuin in Den Bosch. En zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Discutavel Podcast. Dankjewel voor het luisteren. En natuurlijk heel veel dank aan Therese van Groeningen voor de fijne ontvangst, voor haar verhaal over de daslook en de mooie fietstocht bij Haarlem. Wat vond jij ervan? Heb je suggesties? Heb je een idee voor een onderwerp? Je hebt me bijvoorbeeld in de weer gehoord met een oud wijnkistje vol met lintjes in het kader van de duurzame tip van de maand. Misschien is jou ook wel een leuke tip te binnen geschoten. Laat maar weten via e-mail, Twitter of Facebook. De volgende Discutavel podcast is weer een Engelstalige. Een aflevering in het kader van een serie over water. En die hopen we vanaf 23 april te kunnen publiceren. Ik ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.